Jongen, dat is zo'n goede hulp. Niet normaal. Hallo jongens en meisjes, dames en heren. En welkom bij weer een nieuwe vlog. Nou, en dit is wel een beetje de vlog waar jullie om gevraagd hebben. Want dit is natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de opvolger van. En vorige keer, de Alpine, ja, vonden jullie niet echt een geschikte vervanger. En dat ben ik eigenlijk ook wel met jullie eens. Want het is een hele andere auto dan de C-klasse. En veel kleiner en minder snel, minder vermogen. Maar vandaag hebben we er eentje gevonden. En jullie hebben hem natuurlijk ook aangeraden. Die heel erg veel overeenkomsten vertoont met de C-klasse. Nou, je ziet hier achter al de C-klasse staan. En als je goed kijkt, daarachter, daar staat hij. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ja, het is een hele mond vol en daar heb je dan ook wel wat voor. Laten we maar gelijk beginnen met specs. 510 pk. 510 pk. Nu weet je natuurlijk dat mijn auto 600 pk heeft, maar dat is na tuning. En deze kan ook gewoon makkelijk naar de 600 pk met een simpele chip upgrade. Ja, en verdere verschillen. Deze heeft 100 Nm meer koppel standaard al. En hoe komt dat? Ja, natuurlijk door het grotere blok 4 liter V8 en dit is een 2,9 liter V6. Ja, en daar ligt hij dan. Een V6, maar niet zomaar een V6 jongens, want deze V6 is ontwikkeld door Ferrari. Het is eigenlijk gewoon een soort Ferrari blok waar ze twee cilinders af hebben gehaald. En een 2,9 liter V6 dus van hebben gemaakt. Nou, dubbele turbo's, net zoals de Mercedes. En dan toch die 510 pk uit de V6 blok halen, ja. Ik vind het knap. Ja, en als we dan omhoog kijken zien we ook al waar deze auto het verschil in maakt. Kijk eens aan, carbon. En dat is niet het enige carbon deel op deze auto. Deze auto weegt bijna 200 kilo lichter dan dit monster wat hier staat. En hoe komt dat? Nou, vooral door lichtere materialen. Motorkap is van carbon, de zijschermen, het dak is van carbon en heel veel carbondelen zoals deze onderspoiler. En het is niet zomaar een standaard onderspoiler. Dit is Active Aerodynamica, zeggen ze bij Alfa. Wat houdt het in? Dat houdt in dat bij 120 km/u zakt deze spoiler naar beneden en krijg je nog wat extra downforce op je voorwielen. Daar is over nagedacht. Ja, en wat ik natuurlijk super gaaf vind bij de Mercedes zijn deze enorme carbon keramische remschijven. Maar ja, goed. De Alfa, die heeft ze ook. Als groot voordeel heeft deze Alfa ten opzichte van de C-klasse dat die ook achter, jawel, achter heeft hij ook enorme keramische schijven zitten. En dat is het verschil met de C-klasse, want achter heeft de C-klasse stalen schijven. Het verschil is dus wel dat je voor altijd schone velgen hebt en achter remstof. Ja, want carbon keramische schijven geven nou eenmaal veel minder remstof dan de standaard stalen schijven. En dat is wel fijn als je mooie velgen hebt. Nou, genoeg over het exterieur. Laten we eens even binnen in de Alfa gaan kijken. Ja, en dan komen we bij de pièce de résistance. De stoelen. Want dit zijn niet zomaar stoelen, dit zijn Sparco Race Kuipen. Nou, je ziet het, de voorkant is super mooi gevormd. Die zit echt serieus goed vast. Ze zijn wel vrij hard. Maar kijk eens hoe gaaf deze stoelen zijn. Voorkant mooi leer met stiksels, achterkant volledig carbon. Bijkomend voordeel is ook, ze zijn lichter en je zit laag in de auto. Want kijk hoeveel hoofdruimte ik heb. Ik ben 1,96 meter en ik heb eigenlijk nog nooit in een auto gezeten waar je zoveel hoofdruimte hebt. Ga gewoon even lekker een stukje rijden mee, want dat is toch het belangrijkste. En vandaag hebben we ook een hele speciale gast. Dylan Pace is erbij. Hey. Ja, ja. Nou, Dylan is natuurlijk ook echt een enorme autofreak, kan je wel zeggen. Hij heeft pas bij JD Customs zijn auto een beetje gekker laten maken. Hij klinkt wel echt. Klinkt een beetje gekker. Nou, best wel bizar. En hij is heel erg goed met vrij goedkope dingetjes op auto's installeren. En dan ziet het er gewoon wel heel vet uit. Dus nou ja, wie weet gaan we daar wat mee doen. Goed, we gaan hem starten met een Ferrari start- en stapbutton. Hier durf ik niet meer te slapen. Zou ik ook klikken niet doen. Toen ik deze auto op ging halen, toen werd mij verteld dat ik niet de racestand mocht gebruiken. Ja, dat is jammer, want dan ben je eigenlijk maximaal aangewezen op de dynamische stand. En dat kunnen we wel even inzetten nu. Mag het echt niet? Nee, mag echt niet. Wat is er weer dan? Dat ga je zo zien. Nou, dynamisch. Er gaat een klep open, dat is wel fijn. Bij bepaalde toeren, net zoals bij Ferrari, gaat er dan een klep open in de uitlaat. Dat is zeg maar het systeem dat je te dicht op de lijnen zit. Wow. Maar voor de rest is die nog heel stil, want die klep gaat ook gewoon weer net zo hard dicht. Dus dat geluid van die V6, ja, dat hoor je gewoon niet. Echt zo benieuwd naar die racestand. Wat is daar dan mee? Het voelt nu echt als een mysterie. Ja, het is ook een beetje een mysterie. Het probleem is, ik kan het je niet uitleggen, want ik mag het niet.
Nou, dus tot zover deze review van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ja, dit is een hele goede auto, jongens, maar... Of zullen we hem gewoon aanzetten en zeggen dat we hem niet aangezet hebben? Als niemand deze video kijkt. Nou ja. Dit is dus, zeg maar, niet de racestand. Oh jee. Oh. Zijn ze er ook? Oh my god. Dat dus. Nou, en eigenlijk nu we 2 seconden de racestand hebben ingeschakeld. Niet echt, maar zeg maar net alsof. Merk je al en weet je ook eigenlijk al waarom de importeur zegt gebruik die stand nu niet. Want doe je dit nu op de openbare weg en ben je geen snelle auto's gewend. Dan lig je dan ben je zwaar de sjaak. Iedere auto kan natuurlijk wel wielspin krijgen en dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar deze, als je hem in z'n 1 zet. Wielspin. In z'n 2, wielspin. 3, nu pakt hij goed op. Het is gelukkig droog vandaag. Gisteren, op nat, heb je gewoon tot de 5e snelling volop wielspin. En dan kan ik me voorstellen dat de importeur zegt, doe maar niet. Ja, Dynamic, je hoort het alweer. Silence. Rustig. En we rijden nog best hard natuurlijk, maar de beleving is gelijk een heel stuk minder. Maar kijk, je kan wel goed de bocht door. Volledig traction control aan. En ja, een kind kan de was doen. En geloof me, we gingen echt heel hard nu door de bocht. En dat is best leuk. En ja, die auto is gewoon heel berekenend. Gewoon een beetje zelf gas geven. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit op de weg blijft. Hop. Traction control. En niks aan de hand. Maar ja, doe ik nu diezelfde bocht in de racestand, dan heb je dit. En dan... Dan is die echt ineens heel erg leuk. Holy moly. Pieno di musica. E di uomini che ti sono piaciuti. We staan nu bij het stoplicht. We gebruiken geen launch control. En er staat een snelle golf naast ons. Kijken wie gaat winnen. Ja. En dat heb je dan met zulke soort auto's. Dan willen mensen toch een beetje met je racen. Hij staat letterlijk gas te geven hier naast me. Het is geen grapje. Het is geen grapje dit. Nou, dus, kijken wie gaat winnen. Ik zal het niet weten hoor. We doen geen grapjes, alle traction control staat aan. Hij staat op dynamic, niet in race. En daar gaan we. En weg zijn we. Nou, zo zie je maar ook voor een keurige stoplicht sprint ben je bij de Alfa aan het juiste adres. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Dus denk ik tijd om wat spannendere wegen op te gaan zoeken. En in Rotterdam doen we dat altijd gewoon in het bos. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Nou, we zijn weer lekker op de bosweggetjes aangekomen. En ja, we rijden niet in de racemodus natuurlijk. Nee. En ja, jongens, dit onderstel, dit is zoveel anders weer dan de Mercedes. En je voelt dat die veel en veel lichter is. Het is insturen, je plaatst hem en de auto doet gewoon precies wat je wil. Het is heel direct sturen. Het luistert gewoon heel goed. En het is gewoon lekker licht. Hoppakee. Oh, dat geluid is ook wel goed, jongens. Jeetje. We gaan zo lekker door de bochten. Dit is beter dan een M5, dit is beter dan een C63, dit is beter dan een M3. Dit is gewoon een raceauto voor de openbare weg. Met 4 deuren. En een kofferbak. Beetje misselijk? Nou, ik wil mijn broodje aan de boven. Geen probleem. FCA, ik snap dat jullie hebben gezegd, gebruik niet de racestand. Hebben we ook niet gedaan. Nee, zeker niet. Maar verdorie, wat is dat lekker als die in die racestand staat en al je systemen zijn uit. En dat is echt Italiaans. Ze gooien ook daadwerkelijk alles uit. Er wordt niet meer iets geholpen. Tuurlijk, je hebt je elektronische differentieel achterin. Maar ik denk dat er zelfs een Italiaan is geweest van, wij gaan ook nog eens even de ABS uitzetten. En toen, ja, dat is zoiets van, dat is te gevaarlijk. Dus dat doen we niet. Dus de ABS werkt nog wel, maar voor de rest is alles uit. Weer.
Dylan is in positie. We gaan nog eens proberen een klein driftje te maken. Oh, zo lekker. Ik kan het niet beschrijven. En hij plaatst zich. Je geeft gas. Eén hand, hè. Je kan hem gewoon zo opvangen. Je draait gewoon een rondje en je geeft gas. En met hoeveel gas je geeft, bepaal je hoe ver je drifthoek is. Dat is eigenlijk alleen maar wat je terugziet bij echte, full-fledged raceauto's met een raceonderstel. Klaar. Ik denk dat jullie genoeg gezien hebben. Dit is echt een auto voor mij. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen over deze auto? Het is... Hij is gevaarlijk. Nee, hij is helemaal... Ja, hij is gevaarlijk. Als je, niet wil. Als je zeg maar hem niet kent en... Oeh, hij is laag. Ja, hij is laag, dat weten we ook niet. Als je hem niet kent en als je niet gewend bent om met auto's met veel vermogen te rijden... en zonder traction control, dan is deze auto heel gevaarlijk. Ja. Ja. Gewoon even de standaard dingetje uitproberen. Er is een launch control. Wat? Oh, hij zegt er is een launch control. Dan kan je dan niet met de rem of zo doen? Ja, dat kan wel, maar dan gaat hij waarschijnlijk een burn-out doen. Oh ja? Oh, wel een lekkere acceleratie. Goede wielspin eigenlijk. Normaal spint hij gewoon helemaal uit, maar nu trekt hij ook gewoon goed weg met wielspin. Het is geen echte launch control dus, maar hij komt wel lekker van zijn plek af hoor. Wauw. Het was geen launch control, maar hij kwam wel goed van zijn plek af, hè? Is dit nou een slip of is het nou nat? Ja, het is wel een beetje nat natuurlijk, maar... Het gaat helemaal tot daar door, dus ja, is het wel nat, hoor. Dat hoort zo met 510 pk op de achterwiel. Wat de hek? Een stukje rijden. Doe ik dat? Dat weet ik niet. Ik ga hem niet een race doen. Nee, zullen we dat niet doen? Ja? Ga maar een tikje. Oh, wat dan? Ga maar daarin. Oh, ik moet nog even wennen dat gas me dan zo erg in. Oh. Wat is dit? Ga maar even. Dit was een whiplash, man. Toen innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Nou, we zijn weer terug bij JD Customs en ze staan weer naast elkaar en we gaan dus even het geluid naast elkaar zetten. Nou, je hoort het, de Alfa loopt al met de racestand, dus de klep open. Oh. Nou ja, zoals je hoort, helemaal niet slecht. Dit is natuurlijk een aftermarket uitlaat, niet te vergelijken en klinkt natuurlijk harder. Dankjewel Dylan. Ja, zoals je hoort, hij is een stuk harder. De V8 sound, de bekende Mercedes V8 sound, ja, dat is gewoon toch een dingetje net iets beter dan die V6. Maar die V6 klinkt gewoon niet verkeerd. Serieus? kiezen jullie thuis maar. 6-cylinder, 8-cylinder of... 4-cylinder met een crackle map. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Ja, en aangezien ik vandaag met een echte YouTuber op pad ben natuurlijk, moeten we ook wel even een goede thumbnail maken. We moeten eigenlijk proberen te voorkomen dat het clickbait wordt, maar we hadden wel iets grappigs in gedachten. Omdat deze auto, hè, we zijn het erover eens, is gewoon dodelijk als je hem in verkeerde handen zeg maar, daar geeft. En nou, dan gaan we gewoon een dodelijke thumbnail bij maken. Kijk,
zijn al een beetje gecrashed hier. Ja, we hebben hem onder de aanhangwagen gereden. En dan heb ik jou nog net meegenomen, want jij stond daarnaast. Ja, ik stond hier gewoon te kijken. Je rijdt me gewoon opeens aan, nog onder de trailer. Ja, precies. En opeens... Lig je op de grond. Oh. Wacht, dat doe ik net alsof... Zo. Zo is dus zeg maar de thumbnail tot stand gekomen. Ja, gaat het? Ja. Ja? Is alles goed met je? Ja, hoor, nee, dat kan wel. Zo maken YouTubers dus thumbnails. Nou, ik denk dat we deze video wel af kunnen gaan ronden. Dylan, hoe heb jij het ervaren? Jouw eerste driver experience? Ja, ik zit sowieso niet vaak in dit soort auto's, maar nu ik hierin zit, ik ben gewoon echt verliefd geworden eigenlijk. Oei. Zou we eigenlijk wel willen meenemen? Dus misschien kunnen we er twee kopen. Oh ja, nou, dat is goed. Nou, gelijk. Nou, in ieder geval bedankt dat je me even vandaag geholpen hebt met wat beelden te schieten. En trouwens, straks na afloop kan je gewoon op zijn hoofd klikken en dan kan je hem ook volgen, abonneren en gewoon hartstikke leuk. Hey, tot ziens hè. Doei. Doei. Alles is nep bij YouTube, alles is nep. Ja. Ja, goed, we gaan de auto terugbrengen. Ja, en dan natuurlijk weer de hamvraag. Is dit een opvolger van de C63? Nou jongens, ik kan jullie voor het eerst zeggen, dit is dichterbij dan ooit. Dit zou echt wel eens een vervanger voor de C63 kunnen zijn. Ik moet er nog eens eventjes een nachtje over slapen, want ja, als je natuurlijk net voor het eerst met zo'n auto rijdt, alles is nieuw en hij is natuurlijk daardoor wel super gaaf. Maar we moeten even wat dingetjes op een rijtje gaan zetten om te kijken of dat dit wel een serieuze vervanger is. Nou, ik heb voor jullie al heel veel leuke reacties gehad, dat jullie wel echt serieus overtuigd van waren dat dit een vervanger kan zijn. Ik moet natuurlijk even wat tuning opties gaan bekijken wat we allemaal met deze auto kunnen doen. Maar dan zou dit toch wel eens de vervanger van de C63 kunnen zijn. Ja, en met die constatering komen we alweer bij het einde van deze vlog. Deze zou het wel eens kunnen zijn. Ik laat het jullie weten. Nou, vergeet vooral niet de thumbs up mocht je hem leuk hebben gevonden. Want jullie weten het, veel thumbs up is meer video's. En vergeet ook vooral niet te subscriben. Want we gaan gewoon weer lekker verder met de herfstcontent op dit kanaal. Met heel veel leuke dingen. En ook content met Dylan. Ik hoop dat jullie ook leuk hebben gevonden dat hij er vandaag bij was. Ik vond het persoonlijk heel erg leuk om met hem een video op te nemen. En we gaan binnenkort meer video's opnemen. Nou, wederom bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wonderful.